Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe Minecraft aflevering. Ik zit nu in de demo, best wel slecht, ik weet het. Ik kon even niet anders. Want ik heb Minecraft niet gekocht. Maar ja, ik zit in de 14W11B snapshot. En je kunt in creative... Ja, ik zat zo met een beetje met comment blocks te spelen. En ik heb een beetje erg lag. Ja, als ik aan het opnemen ben. Maar ik zat zo te spelen met common blocks en ik dacht zo van... Ja, je kunt geen enderpearls gooien in creative en dat is best wel bagger. Dus ik wou ervoor zorgen dat het zeg maar een beetje wel kan. Alleen dan wel met een speciaal trucje. En ik laat jullie zien hoe je het moet doen en daarna demonstreer ik de dingen, hoe het werkt en al die shit. Voor de mensen die het ook op hun wereld willen hebben. En anders zet ik de comments nog wel in de comments in de beschrijving. Wat hierin staat, zeg maar. Er komt een muziekje aan terwijl ik een hummel zag dat. Oh, dat valt. Dat is zo een van die bugs, maar wel een beetje irritant. Het geluid uit. En nu kan het misschien wel weer aan. Maar ik laat jullie nu zien hoe het werkt en ja, wat het doet. Ja. Nou ja, wat je doet, je pakt een bow. In creative dus. Je hoeft geen pijltjes te hebben of zo. De creative heb je infinite arrows. Maar wat je doet is, je schiet een arrow, je krijgt een enderpearl in survival, je schiet hem weg en je gaat weer een creative. En zo kun je dus soort van enderpearls teruggooien in creative. Je krijgt geen fall damage omdat je weer in creative gaat, alleen als je het een beetje te snel doet, zoals nu. Ik laat jullie nu zien hoe dit werkt en wat het doet heb ik al laten zien. Nou laat ik jullie zien hoe dit werkt. Oké, mensen, het werkt zeg maar, hier zit een klok, een one tick klok, die activate dit gewoon heel vaak en dit test voor apenstaartje E, dat is voor entities, all entities, maar het is, de type is arrow. Je moet echt op hoofdletter nauwkeurig moet je het intypen, want anders werkt het niet. Dat kan ik je wel even laten zien. Als ik dit zo doe, dan gebeurt er geen flikker. Zo, ik pak hem weer op en ik zet het weer naar arrow. Dit test voor een arrow, als ergens of ergens een arrow is. Je kunt het ook anders doen, dat je bijvoorbeeld een chicken of zo summoned, of dat je een chicken inspant en dan iets gebeurt, maar dat boeit niet. Ik heb het met een arrow gedaan. Wat er gebeurt als je een arrow schiet, dan activate dit en dat geeft power aan 4 common blocks hier. Deze eerste die geeft jou een enderpearl. De twee die telt naar jou toe, die whispert naar je toe, throw, zo van weggooien. En ik weet niet zeker of ik het wel goed heb gespeld, ik denk het wel. En daarna kilt hij de arrow, want als hij de arrow niet kilt, dan blijft deze aan, want hij test voor 1 arrow in deze wereld. En als er een arrow is, wordt hij meteen gekild door dit. Want anders, ja, dan blijft dit voor altijd aan en dan werkt het niet. Nou ja, en deze die zet je in game mode 0, in game mode 0. Zo van, ja, dan ga je gooien. En na 4 repeaters, dat is 4 keer 4 delay, dat is 16 ticks delay.
wordt hij weer in een game wat ingezet. Als je houdt van net wat sneller, dan zet je dit wat eerder. Wat sneller. En dan ga je weer in game mode. Ja. Dat is het wel zo'n beetje. Oké, mensen. Dit was het voor deze aflevering. Als jullie nog vragen hebben of iets anders, dan mogen jullie dat gerust in de reacties stellen. Het wordt weer donker. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik vind het zelf wel iets heel grappigs. Alle comments komen in de beschrijving. Dus je mag dit gewoon zo in je wereld kopiëren. Als jij echt van Ender Pearls houdt en in je creator wereld wilt teleporten. Heel gemakkelijk wilt teleporten. Dan zet je dit even in je wereld. En dan check ik jullie later.